sorry hoor. Verdorie. Nee, het moet. Het moet echt. Waarom moet het dan? Nou, zo'n gedonder is het. Niet te geloven, het moet, hè? Onzin, hè? Ja. We zaten net zo lekker te zingen met z'n allen. Ja, Maar van wie moet het dan? Wie zegt het dan? Van Herma van Vos. Herma van Vos? Ja, die staat erop. Ah, ja. Al is het maar kort, maar al het moet. Die mensen thuis. Dorie. Zo. Heb jij een lampje? Ja. Het is hartstikke donker. Ja. Ja, daar. Kijk uit. Ja, het is rechts achter. Rechtsachter. Om de hoek. Om de hoek. Zie, het is zo'n schuif, die middelste schuif omhoog. Ja. Ja. Heb je? Ja. Oké. Okay. Goed, hè? Ja, prima. Meteen doen? Meteen doen. Ik heb hem. Goedenavond. Goedenavond. U heeft in de kranten en programmabladen kunnen lezen dat Kassenknarren vanavond een filmdocumentaire uitzendt over de 78-jarige neonazi Klaas Okkema. En die documentaire, getiteld Ze kunnen allemaal mijn rug op, heeft op het Amsterdamse documentaire festival niet alleen enthousiasme geoogst, maar ook een geweldig fluitconcert. Opschudding. Dat komt omdat de uitspraken van de 78-jarige neonazi Okkema in de film nergens worden gecorrigeerd door kritisch commentaar. Nee. En vanaf het moment dat bekend werd dat wij hem zouden uitzenden, werd de VPRO bestookt met telefoontjes, faxen, brieven, telegrammen. Met allemaal als teneur. Moet dat nou? Een documentaire over een neonazi met kerstmis. Ja. Hè? En moet dat nou? Gezien al die reacties hebben wij besloten een korte verklaring aan de documentaire te doen voorafgaand. Vooraf, even uitleggen. En die willen we nu even voorlezen. De verklaring luidt: op geen enkele wijze willen wij de indruk wekken dat Kassenknarren of de VPRO zou instemmen met de vaak schandelijke opvattingen van de neonazi Klaas Okkema. Ja. Dat is dus zeer zeker niet altijd het geval. Maar wij denken dat u mondig genoeg bent als kijker om zelf de impliciete boodschap van die documentaire eruit te halen. En die luidt natuurlijk: dit nooit meer. En het lijkt ons verstandig om dat geluid en die boodschap op een avond van tweede kerstdag te laten horen. Juist. Dat mag ook geventileerd worden, dachten wij. Goed. Dan vragen we nu graag uw aandacht voor de documentaire. Ze kunnen allemaal mijn rug op. Dank Goedenavond. Dank u wel. Even voordat die start. Even. Je zei, we kunnen niet altijd instemmen met de opvattingen van Okkema. Niet zei altijd. Ik zei zeker niet altijd. Zeker niet altijd het geval. Goed, dat staat goed. Niet in de verklaring. Ik geloof dat we heel duidelijk moeten zijn. We zijn het in het geheel niet eens met de opvattingen van de neonazi Okkema. Nou kijk, als je het in het geheel niet eens bent met een documentaire, dan zend je hem überhaupt niet uit natuurlijk. Hè? Ja, dus nee, daarom dacht ik, zeker niet in elk geval. Even voor de duidelijkheid, anders krijgen we weer brieven en telefoontjes. We zijn het eens met de strekking van de documentaire. Zonder meer. Die luidt: dit nooit meer. Ja. We zijn het eens met het feit dat die wordt uitgezonden. Ja. Mee eens. Protest of niet, we zenden hem uit. Maar we zijn het principieel oneens met de hoofdfiguur. Een notoire neonazi van 78 jaar. En dat is namelijk de tweede lijn in het programma. Wordt nergens gezegd. Maar de film bedoelt te zeggen van: ho, we hebben het nu steeds over neonazistische jongeren. Maar zijn de neonazistische bejaarden eigenlijk niet dubbel gevaarlijk? Moet je toch ook niet overschatten? Dat is ook gevaarlijk, dat gevaar overschatten. Dat. Een 78-jarige bejaarde. Wat kan hij vanuit dat bejaardenhuis maatschappelijk voor kwaad? Ja, maar dat is toch evident? Dat is evident. Dat wordt in de documentaire niet gezegd. Maar de bedoeling is dat je daaruit destilleert van: mensen, kijk uit. Het zit niet alleen in de oude wijken. Het zit niet alleen bij de jongeren, dat weten we nu wel. Maar het zit nu al bij de bejaarden. De Okkema's zijn onder ons. Bejaarden laten nu onfrisse geluiden horen. Ja, bejaarden laten vaak onfrisse geluiden horen. Nou ja, maar dan is het slecht gesteld met een samenleving. Dat bedoelt de film te zeggen. Ja, oké. Okay. Maar laten we die conclusies dan aan de kijker overlaten. Dat die is mans genoeg wat dat betreft. Sorry. We hebben u dus gewaarschuwd. De film kan aanstoot geven. Bent u daar bang voor? Gaat u dan naar Nederland 1 naar de kerst bingo lotto show. We wensen u veel plezier met Ze kunnen allemaal mijn rug op. Goedenavond. Dank u wel.
even, sorry. Ja, je zegt nou, met veel plezier. Wij wensen u veel plezier. Zeg ik dat? Ja. Oh, dat flapte, het is toch een aankondiging? Nee, met veel plezier. Bedoel, graag gedaan. Er worden dingen gezegd, bijvoorbeeld... Ja, nee, niet met veel plezier. Nou, nee, Okkema zegt ergens... Ja. Als Joop den Uyl nog zou hebben geleefd... dan had hij de buitenlanders allang het land uitgeknikkerd. Ja, dat soort dingen worden er zo uit bij mij. En dan kan je toch moeilijk zeggen, graag uw aandacht, veel plezier. Met veel plezier. Maar, dat kan dus niet. Maar dat mag ook niet. Je mag niet, vind ik hoor, niet één zin van Okkema eruit gaan lichten. Nee. Niet isoleren uit de context. Nee. Dat zegt hij wel, maar in een heel ander verband. Ja. Bij die scène met die wandeling. Ja, die verpleegster. Ja. Hij zegt bijvoorbeeld ook dat hij voor de doodstraf ja. is. Mag je ook niet loszien, die zin. Want hij zegt duidelijk wanneer hij voor de doodstraf is. Ja? Ja. Als een dronken automobilist zelf iemand dood heeft gereden. Ja. Heroïnedealers. Ja. Mensen die voor meer dan 1 miljoen gefraudeerd hebben. Dan is hij voor de doodstraf. Ja. Als wij dat er weer uit gaan lichten. Ja, maar goed. Ik hou niet de hand boven het hoofd, nee. Okkema. Maar dan zitten wij ook verkeerd. Goed, over die doodstraf val ik nou okay. even niet. Dat is zo'n vijfjaarlijkse seizoenwisseling. Hè, zo'n piek en daal. Nu is de elektrische stoel weer even salonfee. Ja. En je zal zien dat... Salonfee geworden. Tegen de verkiezingen, dan gaat Bolkestein toch nog eens een keertje rechts langs Jan Maat. En dan wordt ook het vierendelen en kielhalen weer ingevoerd. Dat hij nog niet heeft gedaan. Nee, maar dat gaat niet om. Nee, maar het gaat bijvoorbeeld om zinnen als hij zegt over het poepen op de stoep van honden. Ja. Een winkelier die een eigenaar van een hond betrapt, die mag dan straffeloos hem met een honkbalknuppel helemaal in elkaar slaan. Zonder straf. Dat zegt hij. Nou, ja. Die legitimering van dat geweld... Ja. Daar gaat het nou om. Ja, maar dat heeft dat vind ik dat nou heeft, echt. Dat heeft Okkema ook van hogere hand. Die hoort dat toch ook? Zo'n man praat dat na. Mm-hmm. En denkt dan, ik kan erop slaan. Ik bedoel, in de jeugdgevangenissen mag officieel nu geslagen worden op de jeugddelinquent. Ja. Tegelijkertijd pleit Hiers Berliner voor dat er minder geweld te zien tussen 7 en 8 op televisie. Ja. Ja. Dan denkt ze Okkema ook. Nou jongens. Ja, maar die Heers Balin, de omroepen zouden de koppen bij elkaar moeten steken. Heers Balin de hele dag op Radio Vaticaanstad. Dat goed, mag van mij. Met zijn eigen maar op de Nederlandse tv graag na 12 ja, 's nachts. Ik denk dat de schoolmeester. Met deze dagen merk je dat weer. Hmm. Het begint eigenlijk toch bij die hele kleintjes. Ja. Die je willens en wetens dat kruisigingsverhaal vertelt. Daar begint het toch met mee. Jezus verhaal. He, met spijkers door zijn handen gejuit en door zijn voeten en azijn. Ja. Waarom voor die kleine kinderen dat niet wat vriendelijker gemaakt? Dat er ringen hingen op Golgotha. Waar Jezus een vogelnestje in moest maken van de Romeinse soldaten tot hij eruit viel. Bij wijze van spreken. Ja. Want de horror, het geweld zijn uitgevonden door het christendom. Ja. Ik bedoel, kunnen we nu wel chique over gaan doen? Maar ik dwaal af. We dwalen sorry, af? Sorry. Dames en heren, we hebben nu... gewaarschuwd voor de eventuele aanstoot die Iran zou kunnen nemen. Nu volgt de documentaire. Ze kunnen allemaal mijn rug op. Goed dank u wel. Kijk.